Goed, wat ik al zei, we zijn hier in Leipzig. We moeten in ieder geval alles een beetje opstarten hier. Goed, laten we beginnen in ieder geval door middel van de Tiefen en PCB aan te zetten. Zoek bij Influsson. Die gaat in Zeitung Leipzig. Ja, hier lag veel wat. Zoek nummer 14465. Zoek bij Influsson. Melde mich einfach bereit an Leipzig, Mokau, Gleis 8. Zoek bij Influsson. Ja, du kannst losstarten. Ich schicke dich übrigens hinter Leipzig Messe auf die Haupttrasse. Kann auch sein, dass du kurz vor der Zufahrt auf die Haupttrasse nochmal HP0 bekommst und da ein paar Minuten warten musst. Ansonsten sind, so wie es jetzt aussieht, für dich zwei Überholungen geplant. Da hole ich dich zur Seite. Einmal in Bitterfeld und das andere Mal in Rathau, so wie es aussieht. Lokführerzug Nummer 14465. Ich hab verstanden. Bis später dann. Gute Fahrt wünsche ich. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ja, kan. Oké, okay, prima. Goed, wij mogen in ieder geval vertrekken. Dus laten we in ieder geval de AFB op beginnen met op te zetten op 40. En dan kunnen wij vertrekken. Dus ik zeg in ieder geval, let's go. Oké. Trouwens, waarschijnlijk te zien dat hier ook VTG begonnen zijn. Alleen dan niet van Chris. Moet even restrict monitor aanhouden. Nee, gaan wij richting Ludestad-Wittenberg. Tenminste, volgens mij gaan we tot daar aan toe. Zoek bij Influsson. Zoek bij Influsson. Eens even kijken. Nou, daar kan je hem ook vinden bij Virtual Railroad Tracks en je ook op Steam eventueel. Net waar je zelf wilt. Goed, laten we die schermen ondertussen ook maar eventjes op dark mode zetten, want dat vind ik zelf gewoon net wat prettiger. Dan, even kijken waar we uiteindelijk allemaal naartoe gaan. Volgens mij gaan we een brug over. Marker Bitterfeld. Oh, dat is handig. Dat is ongeveer in 30 kilometer, maar geen probleem. Oh shit, stop Rob. Raildriver staat nog aan. Vandaar dat in één keer alles omspringt hier. Ik dacht al, wat krijgen we hier dan? Nee, eerlijk gezegd niet, Yoshi. Eerlijk gezegd niet. Siva. Ga fietsen. Ja, is misschien wel een goed idee inderdaad, Jeroen. Aangezien dat straks waarschijnlijk ook meer België te willen gaan spelen. Ja, misschien toch ook wel van Stalingen, dus. Zeker wel een goed idee. Oké, okay, Cleo, fijne weekend in ieder geval, zou ik zeggen. En tot de volgende keer. Leuk in ieder geval dat je er was. Normaal gesproken gewoon komende maandag. En vergeet trouwens ook niet komende zaterdag natuurlijk naar de livestream van Rob Jansen te kijken. Hij heeft weer leuke dingen in de planning staan. Fietsdag erop gaan, lol. Goed, wij mogen ondertussen naar 80, dus laten we dat vooral eventjes gaan doen. Zo. Rij op dit moment lekker in de avondzon. Hartstikke mooi. Oké, Joran, ook een fijne avond. Slaap lekker voor straks. Ook tot de volgende keer. Er staat hier aan de rechterkant zo te zien nog een 112. Volgens mij wel. Of een 143, ik kan het echt niet uithalen.
En thanks voor de host, Ton. Goedenavond, ook welkom. Remmen op, remmen. Ik ga te lang duren. Oh nee, valt wel mee. Ik had erger verwacht. Oeh, dat scheelde niks. Ja, maar we hebben hem. Oh, maar we remmen naar 25. 1, 2, 3. Ja, ik was eigenlijk hier ook hoor. Oh, serieus? Oh my god, really? Dit, kijk eens naar de tijd in-game en kijk eens naar de werkelijke tijd. Het is goed dat je het zegt, Ik weet niet wie het even zegt, volgens mij, ja, Train 2000. Train 2000, look is on the time in-game. And on your own time. I believe it's the same. Well, maybe 1 or 2 minutes difference, but it's almost the same time. That's insane. Ja, wij plus 1 dan, oké, maar toch. Dat is wel heel erg knap. Ja, ik weet het ook niet altijd precies, maar inderdaad, daar is het 2052. That's insane. Ondertussen wacht hij natuurlijk hier op het sein. Want ik verwacht dat wij een trein moeten gaan voorlaten. Oké. That's no problem. Het is, almost the same time. Maybe 1 or 2 minutes time difference, but... It's a little bit funny. Hé, hey, waar hebben deze auto's eerder gezien? Het zijn bijna allemaal materialen van 3D-zoek, in ieder geval behoorlijk veel. Net als deze zijn bijvoorbeeld ook van 3D-zoek. Deze wagonnetjes. Hij tegenwoordig trouwens ook in Nederland. Avondzon krijg je inderdaad. Ah, nice. Een 1100 in de TEE. Oeh, nice. Dus ik zal die ook eventjes erin zetten. Dankjewel, Rob Jans. Rob Jans, heb je trouwens ook het berichtje even op Discord gezien of niet? Ik vind het wel grappig. Hij is er van ACC is hij er trouwens al in de game. Maar voor Rocco vind ik het wel uniek. Let's see zonder map. Where are we waiting for? Oh, it's right in front of us.
Gut, 80. Oh, remmetje erop. Let's go. Ik weet net of hij dit wil gaan doen. Beter. Zoekbeïnvloedsel. Störung. Maar zeggen dat zijn, moet ik als goed niet bevestigen. Maakt maar niet uit. Goed. Ja, yeah, it depends on, and especially the game can be slower in when we are further in the game. Because it depends on, yeah, how fast everything go. Anyway, loopt een mier op de rails. Nou, veel plezier. Dan is je nou hartstikke plat. Oeps. ICE hype. Nice. Yeah. Hey nieuwe scooper, welkom. Het zou wel mooi zijn als we echt CETA's hebben die met die manic informatie. Dat zou ik wel erg gaaf vinden, ja. Ook voor Eindhoven en zo zou ik dat wel heel erg gaaf vinden en al die andere stations daar. Ja, inderdaad. Long time no see. Let's see, cruise control. We can do 120, but yeah, let's say it was 100. Oké, treinboy, 199, fijne avond nog. Een slaap lekker voor straks. En tot de volgende keer. Het was weer fantastisch dat je er was. En fijn weekend in ieder geval. Oh, oké. Heb ik op die aangekakkeld?
Locomotion Hype! Nice. Je eraf. Störung. Ach, gaf iets mee, storing. Too hype. Anyway, let's set it on. Oh, it's not possible in this train. Anyway. Moet ik wel een hoofdschakelaar aanzetten. Duh. Eens even kijken, heb jij de route van de West Coast Main Line transferen? Die wil ik boorden wel eens zien. Ik heb de West Coast Main Line transfer, die heb ik. Ik heb niet alle routes van Engeland, maar die heb ik toevallig wel. Bij de West Coast Main Line heb ik alles behalve de Overshap. Maar wat wil je van die route dan specifiek gebruiken? Want daar zit geen TVM of iets op, hè? Dus ik weet niet of je TVM dat bijvoorbeeld wil gaan doen, maar... Maar op zich, de West Coast Main Line Trent Valley is een mooie, leuke route. Ook al rij ik er eigenlijk nooit op, maar... Ja, het is een leuk ding. Oh, lol. Die tweede logs van Locomotion zijn toch van DTB. Ik dacht het wel, ja. En thanks voor de host, Scooper. Thank you, thank you. Oh, zo, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, maar ja, hou wel rekening mee. Dan moet je wel een aparte. Wel weer een aparte route voor gebruiken. Of ja, een extra route ervoor bij gaan doen. Ik vind het eigenlijk het idee wat X-Shooter zegt, denk ik eigenlijk wel interessanter. Om het te vragen op bij Koa. Of die iets willen doen, kijken of die iets kunnen doen. Thanks for the follow, Eve 43300.
thanks for the follow, man. I really appreciate it. And welcome. Of in ieder geval, als je Nederlands bent, in ieder geval, dankjewel, jongen, voor de follow. TV moet je niet sowieso. Sowieso niet op Zuidoost te pakken. Nee? Oké. Okay. DVM, ja, dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met ERTMS. Alleen, ja, het is net ietsjes anders, maar het is een beetje vergelijkbaar. Ik wil alleen zien hoe die er zit. Oh! Nee, oké, okay, ja, oké. Okay. Nou, ik kan ze daar ook wel even laten zien als je wilt. Naar deze route. Of naar dit scenario. Het is nog ongeveer 14,5 kilometer, dus... kan je wel laten zien zometeen. Ja, ik zat ook al te kijken, maar volgens mij lag het daar aan, ja. Zover ik weet wel, ja. Er staat hier nog een ICE in de werkplaats. Mobot, ja, af en toe is Mobot een beetje weird. Je zit onder andere ook in de route van Marseille inderdaad. Intercity staat hier ook. Zijn die niet internationaal rijtuigen? Cool. Veel voor Kemmick. Met een tanktrein. Ja, nee, oké, op die manier. Ja, als het goed is, heb je ook ergens een los TVM pakket of iets dergelijks. Of... Ik weet dat ze er wel zijn inderdaad. Siva. Maar goed, als je wilt, Jeroen, ik kan daar als je wilt die bordjes wel even laten zien van Trescos mee naar Trent Valley. Waarom ik speel op zo'n lage FPS? Omdat ik er niks aan kan doen bijna. Dat is gewoon puur de game. Ik moet zeggen dat het nou nog behoorlijk oké is. Kijk, op sommige plekken schiet het echt gewoon behoorlijk laag af en toe met FPS. En op sommige momenten kan de FPS richting de 60 gaan. Dat ligt er echt aan. Op dit moment vindt de FPS voor mijn doen behoorlijk mee inderdaad, ja. Ik zie nu rond de 15 en dat is acceptabel. Voor deze game. Het is niet het beste, maar ja, het scheelt per route. Deze route die is gewoon wat zwaarder en je ziet het ook aan memory, want er zit echt tegen het kritiekpunt aan te rijden. Ja, dan zie je gewoon dat het zoiets heeft van... Nee, oké, dan zou ik er straks even naar kijken, Rob Jansen. Dat is prima. Want ik denk dat je dan op Twitch zelf moet zijn, inderdaad. Maar dan kijk ik kijk straks even naar. Ja, daar haal ik niet Leeg kan ik redelijk nog wel hoog halen, maar met treinen erin, dat is niet te doen. Hey Chuchu! Siva. Welkom!
Goed, hoeveel hebben we nog te gaan, jongens? Wij hebben in totaal nog aan 8 kilometer te gaan, minstens in ieder geval. Oké, okay, Rob Jansen, geen probleem, joh. Bijna afternoon en slaap lekker voor straks. En fijn weekend natuurlijk. Nee, sowieso. Frames boven de 60, dat wordt toch al sowieso wel lastig om daar echt het verschil te zien. Kijk, tot de 60 zie je echt wel verschil nog, ja. Maar daaronder, of daarboven zie je niet zo snel meer verschil, hè. Dus het is niet aan mij het opgevallen is. Ja, I will show you after this. Oh, nice. 101? Yep. Van TTB. En volgens mij hadden ze de pantograaf naar beneden. Ik moet zeggen, een mooie belichting is ook, een lekkere herfst en zo. Mooie zonsondergang. Kijk wel netjes. Ik ken het wel, maar ik heb het niet. Want zelfs met Vermus ken ik ook, maar heb ik ook niet. Tututu. Dat is dus het probleem. Dat valt bijna niet op. Dus je moet echt weten van wat je het laatst verkeerd hebt gedaan. Of anders hebt gedaan. En dan moet je proberen het weer terug te zetten. En kijken of het dan opgelost is. Want er kan van allerlei dingen staan. Het kan zijn dat een trein niet goed staat. Dat er iets niet mee stop goed is. Dus dat kan van alles zijn. Man, please. Ja, dat klopt. Van het weekend zijn we hier en daar wel wat werkzaam in weer, ja. Vind ik knap, want het is namelijk technisch niet mogelijk om trainsimmappen of routes te linken aan omzien. Het kan wel zijn dat bepaalde gedeeltes van de routes die in trainsim zitten en omzien toe wel dezelfde regio hebben. Dat kan wel. Maar het zal nooit dezelfde mappen zijn. Dat is niet mogelijk. Want het is een compleet andere game. Maar ik geloof wel dat er mappen zijn die wel overeenkomen in de zin van dezelfde regio. Oh, nice, Flyers Kastman. Awesome. Nee, dat is toch niet daar al? What?
Beeinflussung. Volgens mij moeten we nog een stuk verder rijden, maar ik weet niet zeker, maar... Weird. Wat is met iemand aan het praten nou? Anyway. Ziva. You only can trigger it once a minute. Dus in ieder geval, je kan het één keer per minuut kan je het, gebruiken. De... Lol. Ja, die zijn bij vrijwel identiek, die twee. Dat er bijna geen verschil in zit. Ik kan me herinneren dat wij hier al een keer eerder hebben gestopt. Alleen toen was het met een 140. Goed, anyway, wij zijn in ieder geval hier, Ro. Eetje. Wow. Ik vind het wel een mooie screenshot zo. Nice. Nu heb ik alleen nog de vraag van ja. Wij moeten daar naartoe. En wij zijn daar. Alleen, nu is de vraag, waar moeten wij naartoe? Verder kunnen we niet. Oh, we moeten wachten dan trein gepasseerd. Ik heb het idee dat we nog een stuk moeten rijden, maar ik weet alleen niet hoeveel. Lol. Die is wel heel erg goed. Hey Chester, welcome to the stream. En Theo, ook goede avond, welkom. Een ICE nummertje 2 of 1. Nee, 1. It's the 8-1. Nice, nice.
Hey Studio, welkom terug. Even wachten dat die groen is en dan mogen we vertrekken. Ik zou het niet weten. Oh. Vol. We moeten toch nog iets rijden, maar ik weet alleen niet waar naartoe. Nog 32 kilometertjes te gaan. Halleluja. Maar dat betekent dus dat wij nog maar toen nog redelijk veel moeten rijden. Ah, we mogen vertrekken. 160. Ja, het is goed. Die is op zijn Nintendo-avond, geloof ik. Kijk, dit geluid wou ook nog eens dat hij op die 185 stond, die repaints van ons. Ook fantastisch. Ja, zover is het helaas nog niet. Maar blijkbaar dus moeten we dus nog 32 kilometer rijden. Oké, okay, no problem man. We have a great weekend. And sleep well for later. Well, thanks for watching actually and see you next time man. Hey Jure, ook welkom. Siva. Ja, zoals ik al eerder zei Stefan, dat kan van alles zijn. Ik heb ook regelmatig die melding en ik snap er ook af en toe geen ballen van. Dus wat ik dan heel vaak doe is het meest laatste wat je hebt aangepast weghalen en soms is het opgelost. En als dat niet is, ja soms dan 3 centimeter recht starten. En soms lost het dat op en als dat ook niet werkt, ja dan weet ik het ook niet meer. Anyway, 100. Nee, dat is meestal. Als er iemand er een fout in zit, dan is het bijna niet te doen. De NOB. Nice. Heeft daar niks mee te maken. Ja oké, dit weet hem misschien, maar... Ik denk niet dat hij er veel aan kan doen, denk ik hoor. Alhoewel. Goed, anyway. En zo kan ik gewoon lekker door jongens. Ja, het totale scenario duurt ongeveer 55 minuutjes. Dit is deel 2. En volgende week doen we natuurlijk deel 3.
En dat is tevens ook weer het laatste scenario van heel deze serie. Ik moet zeggen, ik hou er wel van zulke series te kunnen doen. Met meerdere delen. Mag ook meerdere routes natuurlijk ook zijn. Maar ja, ik hou er hier wel van. Maar eerlijk zeggen, ik hou meestal wel van als het gewoon scenario's zijn die gewoon in meerdere delen gesplitst zijn. Omdat het gewoon tijdtechnisch meestal wat korter is. Want als je snel op deze route gaat rijden van A naar B, oftewel helemaal van Leipzig naar Berlijn. En dan ben je gewoon al 90 minuten onderweg. En als het niet langer is. En dan heb ik het over een sneltrein. Dus ik vind het wel netjes als dat is. Nee. Ik wist niet eens dat je gestreamd had. Nee, geen idee. Kijk trouwens ook alleen maar livestreams op Twitch en voor de rest... Ja. Op YouTube kijk ik alleen maar video's. Captrain Hype! Ja, er zit wel een deel van waarheid in wat Jeroen zegt inderdaad. Weet je in ieder geval zeker dat daar niet aan ligt. En als ik daar niet... Maar meestal weet ik wel een beetje wat ik doe, dus... Over het algemeen doe ik dat bijna nooit, maar het is eigenlijk wel iets wat wel heel slim is, ja, om te doen. Hey Christian, welcome back. Nice to see you. See that. Reginald, it's not really nice to ask that actually. So, yeah. It's people that choose if they are doing it or not. Oh, yeah. Goed, even kijken. Oh, whoop. 24.6, alright. Let's see, is that the name? Yeah, that's the marker that we must go to. Yeah, you can say that, studio, that's true. Siva. Lol. Siva, fietsen. MP 3000, ja, mooi, mooi. Ik beloof niks. Als ik toevallig in de gaten heb, dan kan ik wel komen kijken. Maar als ik het niet in de gaten heb, dan... Of ik met andere dingen bezig ben, dan kan het onderschoten. Dan de cheers, man. Sounds really nice, Dan. Nice. Yeah, one thing that I'm really sure about is that you're at the moment the number one cheater at the moment. Followed by Ironic Gaming, I think.
I've not a list for it, but so far as I can remember it. Zijn we... ja, het is niet zo ver meer. Het is nog 21 kilometer en dan is dit scenario klaar. En dan gaan we naar de Koblenz Trier met een Virtual Railroads BR-189. Op zich maakt dat nog niet veel uit meer wat we nu zien, maar ja, het stond zo ingepland. Dat is ook weer een multiple route. Die bestond toevallig uit twee delen. Een Twentse gezegje, je bent altijd welkom. Nou, dat is niet specifiek iets volgens mij van Twentse, maar... inderdaad. Oh, really, Christian? Nice. You are in strong competition. Okay then. ICAA. De koffie staat al klaar. Altijd klaar. Kijk. Oké, Reginald, in ieder geval een fijne avond in ieder geval nog. Slaap lekker, fijn weekend natuurlijk. En ik zou zeggen in ieder geval tot de volgende keer. Mocht je nog meer ritje weten willen zien, morgen op het kanaal van Rob Jansen. Kan je natuurlijk ook weer lekker kijken. Die heeft ook leuke dingen in de planning staan. En anders zou ik zeggen in ieder geval, ja, fijn weekend inderdaad. En tot de maandag. In buslijn 13 naar Drommeland. Nice. Is dus nog even verder? Oh, geen idee. Sturm. Ja, fietsen maar in Sturm. See, 16.5. All right, not bad, not bad. Ik heb een kleine fiets. Ja, oké. Okay. Ik heb er wel eentje staan, maar ik fiets nooit. Ja, volgens mij is het gewoon weer zo'n hidden task. Bij een heel deze scenario is alleen maar hidden. Hé, hey, kijk, daar is hem dan. Dutch driver, goeie avond. Dat zie je wel vaker, nou, daarom dat ik ook elke keer dit moet gaan pakken. Te weten hoe of wat. Daarom ging het net ook al bijna een beetje fout met die ene stop. Waar ik de verwarring in had. 185. Ik wou zeggen, volgens mij was het een diephuisje. Wat dat voor wat ding fiets? Ah, ik zal het niet weten. Iets zeg maar dat het een ding is met wielen.
Net terug uit Arnhem met de diesels. Oh echt? Oh nice. Awesome. Victor, thanks voor de host. Dankjewel jongen. En welkom. Oeh, beetje lek. Verder. Hier de machinist van trein 620172. Was dat jouw trein van vandaag toevallig? Nice. Sifa. Oh, serieus? Oh, het wereldje wordt klein. En 143, nice. Ah, 10 kilometertjes. Wacht ongeveer nog een om en bij 10 minuutjes ongeveer. 10 minuutjes, 15 minuutjes. Oh nice. Oké, Theo, fijne avond. Slaap lekker, fijn weekend. En tot de volgende keer natuurlijk. In ieder geval, leuk dat je er was. Yo, for everyone that just joined the stream. Hey, thanks for the follow. Kidok, 44. Really appreciate it. And welcome to the livestream. In ieder geval, dankjewel jongen. So, the train that we are driving at the moment is een Virtual Railroads. Well, actually it's published by Virtual Railroads. It's made by the same people that made the BR BR420, but this one is published by the Virtual Railroads, and it's such an amazing train. Hey Matthijs, goedenavond, ook welkom. Ja, dankjewel studio, dat zocht ik. Ik vind het een beetje lastige naam om uit te spreken, maar inderdaad die bedoel ik. Nou, dat is de maker inderdaad van de train. Flenso, I hope you said right. That's the creator of the train, ja. Yeah. Tja. It's yellow time, so break down to 40. Or is it not? Oh, it's just normal lights. Never mind. Oh, dat was yellow light, but light of the station. Oh, wat een verlichting dan niet kan verwarrend zijn. Of ja, dat de verlichting niet verwarrend kan zijn, laat ik zo zeggen. Wel mooie verlichting trouwens hier zo. Dit is wel lekker een bak met licht.
Oké, okay, Daan, fijne avond nog. Slaap lekker voor straks. Fijn weekend. En tot de volgende keer natuurlijk. Nou, laten we het dus maar lekker een beetje uitbollen. Het is tenslotte nog 5 kilometertjes. Hey, pres! Met een tegentrein. Laat ik live ben. Ik heb sowieso hierna nog één scenario staan. En dan moet ik even kijken hoe of wat. Maar ik denk dat ik hem dan gewoon wel zo goed vind vannacht. Maar het ligt eraan hoe of wat. Maar ik denk dat het al wel mee is. Want dan zitten we denk ik toch al tegen 12 uur. Dus ook zit op de verkeerde klok te kijken. Lol. Maar ja, ik denk toch wel aardig in de buurt komen dan. Maar in ieder geval laten we eens even lekker dit scenario afmaken. Het is nog ongeveer een kleine 3,5 kilometer. Daarna gaan we naar Koblenz toe. En dat zal ongeveer ook denk 3 kwartier tot een uur duren. Dus komt wel helemaal goed. Dus we zijn nog wel eventjes onderweg hoor. Lol. Afremmen op, afremmen. Dat we 80. Dan rijdt hij al, dus dat is mooi. Just in case. Oh, 40. Strik monitor 40. Remmen. Leuk. Even kijken. Weet ik ongevallen? Wat? Serieus? Wow. We schijnen nogal flink aan het doen te gaan. Siva. Nee, dat klopt. Ben ik al met je eens. Ja. Ik heb een ook goed bezig en dan zijn we goed bezig. Zoek beïnvloeding. Oh, dat zei ik net. Nou, ook laten we dit eventjes uitbollen. We hebben nog ongeveer 1,3 kilometer te gaan. Dus bij het niet komen zijn, want zijn daarna moeten we stilstaan. Dus, en dat is het einde. Lol, Clarkson Power. Siva. Ja, dat lijkt me wel zo handig, hè? Oh, ook overdag bedoel je? Nee, ik alleen als het echt in donker begint te worden of het slecht zicht is. Maar je ziet het wel steeds vaker, inderdaad.
Gut, even afremmen naar 25. Just in case. Ah, oké. Okay. Zugbeeinflussung. Okay. Goed. Laten we in ieder geval hier stoppen. Anyway. And with that, it's the end of the scenario. I guess. Want verder. Oh. Hallo? Well done, you have completed the scenario successfully! Awesome! That's nice, nice. Ik vond het weer een leuk scenario. Inderdaad, we hebben er iets langer over gedaan dan oorspronkelijk gepland. Maar dat maakt het zeker niet uit. Ik vond het in ieder geval fantastisch. Ik hoop jullie natuurlijk ook.